Welkom bij de 24.4 Biocast. En die heet snel weg, soms. Want niet altijd zijn spullen snel om te zetten en kun je praten van een kringloop. Hier zie je bijvoorbeeld de koolstofkringloop met de verschillende compartimenten die je hier ook herkent. Wanneer de hoeveelheid koolstof in de fossiele brandstoffen versneld wordt vrijgemaakt, krijg je een ophoping in de atmosfeer. En wanneer de groene planten via fotosynthese er niet in slagen om die versnelde opbouw om te zetten, krijg je een ophoping in de atmosfeer en is er dus geen kringloop en kun je praten van een milieuprobleem. Hetzelfde wanneer je door eutrofiering, vermesting van een gebied, een toename krijgt van het groene plantenmateriaal, wanneer die afsterven. En er is zoveel materiaal dat de reducenten die niet voldoende snel kunnen omzetten, dan krijg je anaerobe omstandigheden en die anaerobe afbraak gaat nog langzamer dan de aerobe. Dus heb je daar ook een probleem van een kringloop die verbroken is. Dat ziet er ongeveer zo uit, vermesting vanuit de lucht door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook kunstmestgebruik zorg je er allemaal voor dat je een uitroofje water krijgt. En dat ziet er zo uit. En in eerste instantie denk je dat het bijzonder gezond water is, maar als je wat beter kijkt, zie je dat dit echt uitroof is. Hier zijn heel veel planten en die zorgen ervoor dat er bij de afbraak van al dat materiaal anaerobe omstandigheden ontstaan. En dan krijg je stank, maar ook heel levenloos water. Er kan bijna geen organisme meer leven, alleen anaerobe bacteriën. Kraanwater. We gebruiken nogal wat. Per dag ongeveer 128 liter per persoon. Om mee te drinken, te koken, om de wasmachine mee te laten draaien en natuurlijk om het toilet mee door te spoelen. En al dat vuile water belandt uiteindelijk in het riool. Het waterschap Rees ten Wiede heeft 8 rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen zijn beheergebied, zogenoemde RWZI's, om het afvalwater schoon te maken en uiteindelijk weer terug te voeren naar het oppervlaktewater. Deze RWZI's staan in Echte, Smilde, Bijlen, Vollenhoven, Dievenbrug, Steenwijk, Westerbork en Meppel. De installaties hebben een gezamenlijke capaciteit die groot genoeg is om het afvalwater van de bedrijven, fabrieken en de ruim 200.000 inwoners binnen dit waterschapsgebied te verwerken. Maar hoe werkt zo'n rioolwaterzuiveringsinstallatie? Diverse rioolgemalen pompen het afvalwater uit de omgeving via een ondergronds rioolstelsel naar de dichtstbijzijnde zuiveringsinstallatie. Daar komt al het vuile water, het zogenoemde influent, binnen. Als eerste wordt met een rooster al het grove vuil dat in het water zit verwijderd, zoals blad en papier. Helaas worden er ook zaken door de gootsteen en het toilet gespoeld die het waterschap er liever niet in heeft. Etensresten, kattenbakkorrels en luiers. Maar ook bestrijdingsmiddelen, verf, medicijnen en afgewerkte olie. Stuk voor stuk artikelen die het zuiveringsproces onnodig belasten. Pompen raken erdoor verstopt en ze maken het zuiveren van afvalwater veel kostbaarder. En dan zijn er nog de opmerkelijke attributen die worden onderschept. Al dit grove vuil wordt verzameld in een container en wekelijks afgevoerd naar de vuilverwerking. Het afvalwater komt vervolgens in een zandvanger terecht. Dit is zo'n zandvanger. Omdat het water hierin minder snel stroomt, zinken zand en andere zwaardere bestanddelen naar de bodem. Dit wordt opgevangen en afgevoerd naar een specialistisch bedrijf waar het wordt schoongemaakt en hergebruikt. Na de zandvanger stroomt het afvalwater naar de voorbezinktank. Hier komt de stroom nog verder tot rust, waardoor de overige vaste bestanddelen naar de bodem van de tank kunnen zinken. En dit noemen we slip. Op sommige RWZI's is geen voorbezinktank aanwezig. In dat geval stroomt het water rechtstreeks vanuit de zandvanger naar de zuiveringsreactor. Hier vindt de biologische zuivering plaats. Organische stoffen zoals eiwitten, vetten en koolhydraten worden door bacteriën afgebroken. Omdat deze bacteriën veel zuurstof nodig hebben om optimaal te werken, wordt het water belucht en in beweging gehouden.
Door de toepassing van moderne technieken wordt het water ook ontdaan van fosfaat, nitraat en stikstof. Het water stroomt nu met bacteriën en al door naar de nabezinktank. Hier wordt het biologische schone water van het laatste afval gescheiden door het te laten bezinken. De bacteriën zakken als slipvlokken naar de bodem. Daar vandaan wordt het meeste slip teruggepompt naar de beluchtingstank. Het slip dat aangroeit wordt verwerkt in het slipbedrijf bij de RWZI in Echten. Op 3 grote zuiveringen heeft Rees ten Wiede gistingstank staan. Hierin wordt methaangas gewonnen uit het slip. Dit gas gebruikt men om warmte en elektriciteit mee op te wekken. Dat gebeurt met een warmtekrachtinstallatie, zeg maar een eigen energiecentrale. Zo voorziet de zuiveringsinstallatie in een fors deel van de eigen energiebehoefte en bespaart het waterschap flink wat geld. Het slipoverschot van alle RWZI's binnen het waterschapsgebied wordt naar de slipontwateringsinstallatie in Echten getransporteerd. Hier mengt men het slip met een aantal toeslagstoffen, waaronder houtvezel. Vervolgens wordt er zoveel mogelijk water uit het slip geperst met een zogenaamde kamerfilterpers. Deze werkt als een soort koffiefilter. Het vocht loopt erdoor weg en de vaste delen blijven tussen de filterplaten achter. Wat dan overblijft is ingedikt slip of slipkoek met een droge stofpercentage van ongeveer 25%. Het ingedikte slip wordt afgevoerd, extern gecomposteerd en onder andere ingezet als brandstof voor energiecentrales. Het gezuiverde water, ofwel het effluent, stroomt via een goot terug naar het oppervlaktewater. Het heeft niet de kwaliteit van drinkwater, maar als oppervlaktewater is het voldoende gezuiverd. Zo zet het waterschap Rees ten Wiede op efficiënte wijze de afvalstromen zijn beheergebied om in schoon oppervlaktewater. En daar zijn het milieu en de volksgezondheid bij gebaat. Dat was het afvalwaterzuivering die je net gezien hebt. Hier hebben we nog een probleem. Het restafval. Daarin zitten heel veel stoffen die niet omgezet kunnen worden. Die kunnen dus alleen maar verbrand worden. We gaan kijken naar het GFT-afval. Vuilnismannen komen de groenbak ophalen. De bakken worden geleegd en het groente-, fruit- en tuinafval, ook wel GFT-afval genoemd, wordt in de vuilnisauto naar een speciale hal gebracht. In de hal wordt het GFT-afval op een lopende band gegooid. Eerst gaat alles door de sorteermachine. De machine haalt alles dat geen GFT-afval is eruit, zoals plastic, papier en blikjes. Hier wordt al het papier en plastic eruit gehaald. En deze magneetband zorgt ervoor dat alles van metaal er tussenuit wordt gehaald. Nu is er alleen nog GFT-afval over. Het afval moet eerst nog zo'n 35 dagen liggen. Het wordt af en toe omgeschept en er wordt lucht doorheen geblazen. Dan wordt het tenslotte gezeefd en is het GFT-afval compost geworden. In dat composteren van GFT kun je 3 fasen onderscheiden. Als eerste oxidatie bij een vrij lage temperatuur, maximaal 20 graden Celsius. En dit is de chemische verbranding dus. Daarna komen de wormen, mijten, insecten en aerobe bacteriën. En die beginnen aan de reductie. De temperatuur loopt al wat op. Behalve de aerobe bacteriën moeten de andere organismen het laten afweten bij de afbraak. Want dat gaat naar een temperatuur van maximaal 65 graden Celsius. Het gaat dus echt broeien. De afbraak. De omzetting. Daar loopt het aantal aerobe bacteriën terug.
en de anaerobe bacteriën die gaan hun werk doen. Dan gaat de temperatuur teruglopen tot de rijping. Alleen anaerobe bacteriën die halen de laatste energiebronnen eruit. En na de rijping is er alleen compost overgebleven, zoals je zag in het filmpje. Hier zie je een composthoop zoals je die in de tuin kunt maken. En je ziet dat je allemaal verschillende materialen nodig hebt. Je kunt niet zomaar alles op elkaar gooien. En dat heeft te maken met de verschillende koolstof-stikstofverhoudingen die in de verschillende materialen zitten. Want de organismen die deze stoffen om gaan zetten, die gebruiken de koolstof en de stikstof om op te nemen. En die hebben die in een bepaalde verhouding nodig. Je ziet ook de zuurstof die nodig is, zeker aan het begin van de aerobe omzetting natuurlijk. Dit gaat over de 5 stappen. De eerste stap is het storten. Dat is het meest kwalijke voor het milieu. Je kunt het dan nog verbranden. Het derde is recyclen. Dus dat betekent dat je materialen omsmelt om er nieuw glas van te maken, nieuw metaal van te maken of om er nieuw papier van te maken. Het tweede is het hergebruik. Dat kost natuurlijk minder energie omdat je de flessen opnieuw gebruikt. En het derde is preventie, voorkomen dat het gestort wordt. En dat is de vijfde stap en dat is het cradle-to-cradle concept. Dus je maakt niet meer de dingen zodat je zo min mogelijk afval hebt, maar je maakt ze zo dat je de componenten weer opnieuw kunt gebruiken. Cradle to cradle. En dat is gelijk het einde van de 24.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.